Goedendag iedereen en welkom bij een nieuw webinar van Bordero. Mijn naam is Aaron de Meersman, Sales Officer bij Bordero. En vandaag in dit webinar ga ik een toelichting geven over het grote ETF-universum en hoe dat je ETFs kan opdelen op basis van een aantal categorieën. Na dit webinar zullen jullie op de hoogte zijn van de verschillende categorieën, weet je ook wat de eigenschappen zijn van de verschillende soorten ETFs en hoe je die mogelijk kan gaan gebruiken in jullie beleggingsportefeuille. Dit webinar wordt ook opgenomen en achteraf opgestuurd naar alle geregistreerden voor dit webinar. Eerst en vooral, ik ga ervan uit tijdens dit webinar dat iedereen goed op de hoogte is wat een ETF is. Een ETF is een Exchange Traded Fund. Klinkt deze term nog onbekend voor jou, dan raad ik het ook zeker aan om ons aan de slag-webinar met Bordero te gaan uh, bekijken. Nu heel kort voor de mensen die het toch nog niet zouden weten, een ETF kan je inderdaad zien als een beursgenoteerd fonds in feite een winkelmandje dat telkens een onderliggende waarde zal gaan volgen. Neem nu bijvoorbeeld dat de zeven bolletjes op mijn slides zeven verschillende bedrijven zijn. Er kan daar een soort van poelen van gemaakt worden en dat winkelmandje zal in feite net dezelfde evolutie als die zeven bedrijven, dat potje van die zeven bedrijven ook wel een index genoemd, die gaat die ETF altijd goed mogelijk proberen volgen. Mocht je echter nog niet goed op de hoogte zijn van de werking van ETF's of de basis van ETF's nog niet kennen, dan verwijs ik alvast door naar ons aan de slag webinar dat gegeven wordt door mijn collega Jimmy Broeke. Dat webinar kan je terugvinden op bolero.be onder Academy. Als je op producten klikt, kan je vervolgens ETF aanklikken en dan zal je ook alle informatie, de basisinformatie, daarover kunnen terugvinden. Nog een aantal praktische zaken en belangrijke informatie over de kosten en de risico's. Eerst en vooral kunnen er zich bij de transacties in ETF's en het beleggen in ETF's een aantal risico's voordoen. Eerst en vooral heb je het koersrisico. Je hebt namelijk geen kapitaalgarantie bij ETF's, zakt de prijs van jouw ETF waarin je hebt belegd, dan zakt natuurlijk ook de waarde van jouw inleg. Je weet dat het risico bestaat, net zoals bij aandelen het geval is. Verder heb je ook het muntrisico. Zit jouw ETF achterliggend belegd in bijvoorbeeld Amerikaanse bedrijven en beweegt de wisselkoers negatief tussen de dollar en de euro, dan kan het ook zijn dat het een negatieve impact zou hebben op jouw belegging. Dan heb je ook nog het correlatierisico, wanneer dat een ETF een index probeert zo goed mogelijk na te bootsen. Dan kan het toch zijn dat er een licht verschil optreedt tussen het rendement dat de index behaalt en het rendement dat die ETF zal behalen. Dat verschil dat noemen we de tracking error en in feite is dat ook het correlatierisico, het risico dat dat niet perfect kan overeenstemmen. Dat risico moet je er natuurlijk ook wel bij nemen en verschilt natuurlijk van ETF tot ETF. Je hebt verder ook het liquiditeitsrisico. In de voornaamste ETF is er heel wat liquiditeit. ETF's zijn ook heel liquide producten, maar op bepaalde ogenblikken zou het wel kunnen voorvallen dat jouw ETF toevallig minder verhandelbaar is. Net zoals dat bij aandelen ook het geval kan zijn. Dat noemt men het liquiditeitsrisico. En dan als laatste risico dat we moeten vermelden: dat is het debiteurenrisico. In bepaalde gevallen zou het kunnen komen uh, tot een faillissement van de emittent van de ETF. Wanneer dat die emittent failliet zou gaan, dan kan het zijn dat hij zijn kredietverplichtingen niet meer kan voldoen en dat mogelijk een waarde niet meer kan uitgekeerd worden aan de beleggers. In de meeste gevallen komt dat niet door en staan de effecten die achterliggend uh, waren belegd door die emittent, staan die ook nog ergens anders bij een derde partij bewaard. Gaat die derde partij over kop, dan zet je natuurlijk opnieuw met dat debiteurenrisico. Dus ook eentje om zeker rekening mee te houden als je in ETF's gaat handelen. Dan ook nog heel kort over de kosten. Wanneer je belegt in een ETF, zit je eerst en vooral gekoppeld aan een makelaarsloon per transactie. Die tarieven kan je ook makkelijk terugvinden op bodero.be onder tarieven. En in feite zijn het dezelfde tarieven als voor de aandelen. Afhankelijk van jouw aankoopschijf zal je dus een bepaald bedrag aan makelaarsloon moeten betalen. Weet dat we bij Bordero ook de ETF-playlist hebben gelanceerd. Een lijst van een 55-tal ETF's met een aangepast tarievenstructuur. En daarin kan je al beleggen vanaf 2,5 euro makelaarsloon. Ben je geïnteresseerd daarin, dan kan je dat ook altijd gaan terugvinden op de hoofdpagina van onze Bordero-website. Verder heb je ook altijd productkosten bij ETF's. Die emittenten die gaan die ETF's gaan creëren. Die moeten achterliggend ook producten, aandelen, obligaties gaan aankopen en verkopen. Die moeten dat fonds gaan beheren en dat vergt natuurlijk ook een aantal kosten. Die kosten die kunnen we samenvatten onder de beheerskosten. Dat zijn de lopende productkosten en die worden telkens van de koers van de ETF afgetrokken. Als je je afvraagt als belegger wat die exacte kost is, dan kan je dat ook altijd op ons Bordeaux-platform terugvinden onder TER, TER, Total Expense Ratio. En dat is in feite de procentuele kost die elk jaar van de ETF-koers zal, ETF zal worden afgetrokken. Je merkt daar niet veel van, maar weet dat dat achterliggend wel wordt afgetrokken. Als je meer informatie over die kosten van de emittent wil, dan kan je je richten tot de kit en de, het productfiche van de ETF. En dan als laatste: Het is niet de bedoeling om hier diep in de fiscaliteit van ETF's te gaan, maar weet dat bij ETF's ook een beurstaks van toepassing is bij de aankoop en verkoop. En in enkele uitzonderlijke gevallen kan het ook zijn dat roerende voorheffing wordt aangerekend van de dividenden die bijvoorbeeld worden uitgekeerd. Of bij ETF's die gaan investeren in een vastrentend gedeelte, bijvoorbeeld obligaties, kan het ook zijn dat je een meerwaarde, die roerende voorheffing, moet betalen op de meerwaarde gecreëerd in dit rentevast deel van de ETF. Wil je de exacte fiscaliteit te weten komen, dan verwijs ik even terug naar ons aan de slag webinar. Dat je kan terugvinden op de Academy. En dan tot slot, voordat we effectief in het ETF-universum gaan duiken, weet dat je bij elke ETF, voordat je die gaat aankopen of voordat je die gaat verkopen, altijd best de essentiële informatiedocumenten gaat raadplegen. Enerzijds hebben we de kit, Key Investor Document. En anderzijds hebben we ook de productfiche, de factsheet van de ETF. Ik raad het ook altijd aan om zeker die twee ETF uh, die documenten erbij te nemen. Je kan die makkelijk openen onder Documenten in de hotspot van ETF's op ons platform. En dan ben je meteen op de hoogte van alle risico's, de werking en de structuur van de ETF. Verder ga ik in dit webinar ook een aantal voorbeelden meedelen aan jullie, telkens om die link toch wel te leggen met de praktijk, zodanig jullie ook een concreet praktijkvoorbeeld zien van een ETF die daadwerkelijk bestaat. We weten dat deze voorbeelden geen gepersonaliseerde aanbevelingen zijn, maar puur ter educatie dienen. Nu, we gaan effectief beginnen met een feite een helikopterview te nemen. We gaan even een stap achteruit nemen, want de laatste jaren hebben ETF's in Europa enorm aan populariteit gewonnen. Heel wat emittenten die gaan zich daar ook op focussen en die gaan in feite heel wat nieuwe ETF's gaan creëren. Op den duur is het als belegger ook niet, niet altijd makkelijk meer om euh, door, het bos de bomen te zien, euh, door de bomen het bos te zien, excuseer, omdat er zodanig veel ETF's gaan bestaan. En daarom worden we met dit webinar toch wel wat meer info geven over welke grote categorieën van ETF's er bestaan en we gaan dan meteen ook starten met die eerste categorie op basis waarvan je ETF's kan gaan indelen. Mijn eerste categorie is Activa-klasse. En welke producten zal de ETF achterliggend gaan investeren? Een van de meest bekende ETF-soorten zijn de aandelen-ETF's. Daarbij zal in feite de emittent een bepaalde index gaan kiezen. Hij zal die index zo goed mogelijk proberen nabootsen, en zo ontstaat er in feite een aandelen-ETF met daarin net dezelfde aandelen als die index. Op de slide heb ik hier even een voorbeeld genomen. Neem nu bijvoorbeeld de BEL20-index. In feite zijn dat de 20 meest gekende beurssorteerde Belgische bedrijven. Euronext heeft destijds beslist om daar een index van te maken. Want toen ze, ze trekken een cirkel rond die 20 bedrijven, nemen die in feite op in een apart potje en die pot noemen ze de BEL20-index. Op basis daarvan kunnen ze te telkens een gemiddelde evolutie zien van de koers van die 20 bedrijven. En dat representeert dan ook de Belgische aandelenmarkt, die BEL20-index. Nu zou het kunnen dat ETF-emittenten die index heel interessant vinden, dat ze voelen dat beleggers ook wel zouden willen beleggen in die index. En die emittent kan er dan voor kiezen om een ETF te gaan creëren. Hij zal dan in, uh, in eerste geval zal hij die Bel 20-index zo goed mogelijk willen kopiëren. Die emittent koopt effectief die 20 bedrijven aan, ook in dezelfde verhouding als die zich in de, in de index weerspiegelen. Het kan bijvoorbeeld zijn dat één bedrijf veel meer doorweegt dan een ander bedrijf of een grotere waarde kent. En dat zal de ETF imitant volledig gaan kopiëren. In dit eerste geval noemen we dat full replication, een volledige replica. En in die mate zal de imitant dus echt effectief elke bedrijf moeten kopen om ook in zijn potje te steken waar dat beleggers dan kunnen beleggen. Soms kan het ook voorvallen dat een index uit meer dan 3000 uh, in plaats van 20 bedrijven bestaat. In dat geval is het vaak moeilijker als emittent om effectief al die bedrijven te gaan aankopen en wat doen emittenten dan vaak? Ze gaan in feite stratified sampling toepassen. Dat betekent dat ze een steekproef gaan uittrekken uh, van die pot van 3000 bedrijven bijvoorbeeld. Ze kijken naar welke bedrijven zorgen eigenlijk, verklaren eigenlijk het volledige, de volledige evolutie van die index. En in feite gaan ze met die steekproef een, uh, een representatieve, uh, representatieve steekproef maken, zodanig dat je een uh, steekproef in dezelfde mate meebeweegt als die pot van die index van 3000 bedrijven. Het grote voordeel voor die emittent is dat jij niet effectief al die 3000 bedrijven of ook niet in dezelfde mate zal gaan moeten kopiëren in de ETF, maar dat je dat met, eh, slechts met een deeltje kan doen. Als belegger zal je daar minder van merken, maar het kan bijvoorbeeld wel zijn dat stratified sampling voor een grotere tracking error eh, zorgt en dat de emittent er iets minder goed in slaagt om effectief net de, hetzelfde rendement van die index te gaan kopiëren. Nu, aandelen-ETF's zijn de, eigenlijk de meest standaard-ETF's. De meeste beleggers hebben daar ook, zijn daar ook al mee in aanraking gekomen van, van zodra je het concept kent. Wil je die aandelen-ETF's opzoeken in het Bolero-platform, dan kan dat eigenlijk makkelijk met onze zoekmotor. Als je bovenaan op zoeken per effecttype klikt, je klikt vervolgens op ETF's en daarna op aandelen, dan kan je eigenlijk makkelijk een lijst gaan uh, genereren met daarbij alle aandelen-ETF's op basis van jouw specifieke filtermogelijkheden uh, die je hebt aangeduid. Een volgende soort, obligatie, eh, volgende soort ETF's op basis van Activa-klassen zijn obligatie-ETF's. In feite zullen die anders, de, er anders uitzien, die zijn anders gebouwd, maar het principe is hetzelfde. Een emittent die gaat gaan kijken welke indexen zijn interessant om een ETF van te maken. Dat kunnen bijvoorbeeld obligatie-indexen zijn en de emittent zal dan ook effectief die indexen goed mogelijk gaan kopiëren. Nu, wat is het speciale aan obligatie-ETF's en obligatie-indexen? Dat is dat obligaties met een bepaalde vervaldag zitten. Na een jaar of na vijf jaar kan het zijn dat een obligatie afloopt en dat is natuurlijk niet de bedoeling. Het is de bedoeling dat die index in feite mooi doorlopend is, dat er telkens een koersvorming is en daarom zal een indexbeheerder ook telkens de obligaties die binnen het jaar zullen komen te vervallen, zal hij in feite uit de index gaan verwijderen en nieuwe obligaties komen dan weer in de index terecht om zo een mooi doorlopend geheel te kennen. Die emittenten die zullen dat dan ook moeten kopiëren. Telkens wanneer eh, obligaties uit een bepaalde index verwijderd worden, zal die emittent uit die ETF ook obligaties gaan verkopen. Hij zal dan ook nieuwe obligaties inkopen en op basis daarvan heb je eigenlijk een obligatie-ETF waarin je kan beleggen die ook nooit met een vervaldatum zal gaan zitten. En dat is ook een bijkomend voordeel ten opzichte van beleggen in individuele obligaties. Nu, wat heb je nog vaak bij ETF's? Net zoals aandelen ETF's kan je gaan kiezen voor distributie ETF's of kapitalisatie ETF's. Bij de eerste zal het dividend uitgekeerd worden aan de beleggers. Bij deze tweede variant, de kapitalisatie ETF, zal het dividend telkens opnieuw worden geïnvesteerd in de ETF. Nu als je gaat voor een distribuerende obligatie ETF dan zullen de coupons dus effectief gaan doorstromen naar de beleggers en die worden dan per semester of per maand uitbetaald aan de klanten die belegd zitten in de ETF. Nog een aantal kenmerken van obligatie-ETF's. Eerst en vooral een heel transparante prijs. Als je dat gaat vergelijken met individuele obligaties, is het niet altijd makkelijk om meteen een goede koersvorming te zien of te gaan raadplegen op externe bronnen. Bij een obligatie-ETF is dat wel het geval en zal je door middel van marketmaking zal je in feite altijd een bid- en askprijs zien staan en kan je daarin gaan handelen de hele beursdag door. Vervolgens diversificatie. Je kan met één aankoop in feite belegd zijn in honderden, duizenden obligaties. Mocht je dat allemaal in individuele obligaties gaan doen, dan ga je veel transacties moeten doen en logischerwijs komen er dan ook meer kosten bij kijken. Verder zijn obligatie-ETF's ook zeer liquide. Op basis van onderzoek is namelijk aangetoond dat er vier keer meer handel is in obligatie-ETF's dan in de individuele obligaties die zich achter deze ETF euh, zetten. Dus in feite kan je zeggen dat in ETF's met obligaties achterliggend meer gehandeld wordt dan in die obligaties zelf. En dat wijst er ook op dat die obligatie-ETF's in feite nog meer liquide zijn dan bijvoorbeeld secundaire obligaties die je ook euh, door de beursdag kan gaan verhandelen. En dan tot slot, ik heb het al gezegd, obligatie-ETF's die zijn meestal met geen vervaldatum. Uh, momenteel zien we dat er toch wel wat nieuwe initiatieven tevoorschijn komen door, uh, door emittenten die zelf met een vervaldag gaan werken. Maar over het algemeen in dit stadium van het ETF-universum kan je zeggen dat zo goed als de meeste obligatie-ETF's niet met een vervaldatum zitten en eigenlijk gewoon gaan doorlopen van zodra je daarin bent geïnvesteerd. Ik heb hier nog even een overzichtje van de verschillende soorten obligatie-ETF's op de slide weergegeven. Ik ga dat kort even toelichten. Eerst en vooral government, dat betekent overheidsobligaties. Dat kan zijn van bijvoorbeeld overheden van landen. Dat kunnen ook even goed lokale uh, gemeenschappen zijn binnen een land. Verder heb je de blauwe categorie, de corporate uh, obligatie-ETF's. Dat zijn bedrijfsobligaties die zich achter die ETF uh, zullen weerspiegelen. Daar heb je enerzijds de investment grade bedrijven, dat zijn bedrijven met een grote kredietwaardigheid, die vaak ook wel een, lager, een lagere coupon zullen uitkeren daardoor. En dan heb je ook de high-yield bedrijven. Als bedrijven geclassificeerd zijn als high yield, dan weet je dat ze met iets meer kredietrisico zitten, dat er een iets grotere kans is op het niet terugbetalen van bijvoorbeeld hun obligatieschulden, en daarom krijgen die die bepaalde rating. Het voordeel van die rating is natuurlijk dat je vaak een iets grotere coupon krijgt, maar dat is natuurlijk gelinkt aan dat hogere risico. En jou als belegger om daar natuurlijk een keuze in te gaan maken. En dan als je wil beleggen in niet specifiek één land, in één overheid of één bedrijf, dan kan je er ook voor kiezen om ETF's, obligatie-ETF's te kopen die zich gaan focussen op een bredere markt, de broad market ETF's. Je zou bijvoorbeeld kunnen gaan voor een obligatie-ETF die belegt in Amerikaanse bedrijven met een rating investment grade. Op die manier beleg je in één ETF met daarachter heel wat verschillende obligaties van bedrijven die heel kredietwaardig zijn. Dus telkens van die combinaties zal je ook gaan kunnen maken. En je zal telkens eigenlijk ook een bepaalde regio of zelfs een wereldwijde obligatie-ETF kunnen gaan selecteren als je dat zou opzoeken via onze zoekmotor. Je hebt ook heel wat speciale varianten van obligatie-ETF's. Ik heb geen tijd in het webinar om hier ook nog dieper op in te gaan. Maar twee benoemenswaardige namen zijn bijvoorbeeld de inflation-linked obligatie-ETF's. Dat zijn obligaties die in die ETF achterliggend zitten, die hun coupon en hun hoofdsom, die op het einde wordt terugbetaald, daarvan, die zijn telkens gelinkt aan een inflatie-index. Neemt het uh, algemene prijsniveau toe, stijgt de inflatie, dan zullen die hoofdsom en die coupons ook een verhoging kennen met datzelfde percentage van die inflatie. Op die manier kan je eigenlijk makkelijk aan de hand van een ETF jouw koopkracht gaan behouden. En dan heb je ook nog de fallen angels obligatie ETF's. Die fallen angels obligatie ETF's, dat zijn ETF's die telkens bedrijven gaan opnemen die recent een ratingverlaging hebben gekend. Bijvoorbeeld van, high yield naar invest, eh, van investment grade naar high yield. Waarom? Die ETF's die zijn ervan overtuigd dat bedrijven die eigenlijk gedegradeerd zijn voor rating, dat die in de toekomst ook wel snel weer terug een uh, betere rating kunnen ontvangen. Terug die investment grade. Als die obligaties die bedrijven daarachter terug die goede rating ontvangen, dat heeft natuurlijk ook een positief effect op de prijs van die aandelen en ook op de prijs van die obligaties. Dus twee specialetjes die ook wel zeker het vermelden waard zijn. Verder heb je ook nog de mogelijkheid bij obligatie-ETFs, je zal dat ook altijd in de titel zien, om een bepaalde looptijd te gaan kiezen van de obligaties die zich in die ETF bevinden. Die looptijden die noemen we ook wel maturity buckets. Dat kan bijvoorbeeld zijn van... 1 jaar tot 3 jaar, boven de 10 jaar, boven de 20 jaar. En dat kan je ook altijd gaan selecteren in de zoekmotor van Bolero. Als je zoekt per effecttype, je klikt op ETF's, je klikt vervolgens op obligaties. Dan heb je verschillende mogelijkheden om te gaan filteren. Zo zou je bijvoorbeeld jouw regio kunnen aanduiden. Als ik wil beleggen in Noord-Amerikaanse bedrijven, duid ik Noord-Amerika aan. Wil ik gaan beleggen in bedrijven, dan kan ik bij type het bedrijf aanduiden en niet overheid. En dan kan ik vervolgens ook een maturity bucket of de looptijd gaan kiezen van die obligaties. Zo zou ik ervoor kunnen kiezen om bijvoorbeeld te gaan beleggen in obligaties van 5 tot 10 jaar. Als je dan vervolgens gaat filteren, kom je terecht op zo'n lijst van obligatie-ETF's. En dan is het, als, uh, is het aan jou als belegger om nog eens specifiek te gaan vergelijken tussen de verschillende ETF's. Ik heb in het kader van de obligatie-ETF's ook twee voorbeelden voorzien. Eerst en vooral heb ik hier even iShares Treasury Bond 7 tot 10 jaar weer gegeven. Dat zijn in feite Noord-Amerikaanse bedrijven die die obligaties gaan uitstaan van 7 tot 10 jaar en die zitten achterliggend verwerkt in die ETF. Nog een andere is bijvoorbeeld de iShares Fallen Angels dat is een van die specialere obligatie-ETF's die ik heb vermeld. En dit zijn dus bedrijven die achterliggend in die ETF's zitten verpakt, die net een ratingverlaging hebben ontvangen. Met de hoop dat die in de toekomst natuurlijk terug die betere investment grade rating zullen ontvangen. Een volgende categorie op basis van actieve klassen is de money market. In feite is dat een beetje gelinkt aan de obligaties. De money market of de heldmarkt, dat is in feite de markt van kortlopende rentekredieten. Die money market dat is een deelmarkt van de financiële markten, waarbij dat institutionele partijen, zoals bijvoorbeeld grote Europese banken, die zullen telkens aan elkaar geld gaan lenen en ontlenen. De rentetarieven die hier worden aangerekend tussen deze banken, die rentetarieven kan je eigenlijk ook gaan volgen op basis van ETF-producten. Uh, bijvoorbeeld de overnight, overnight interbankaire rente, dat is de bankaire rente die in Europa, aan elkaar, die in Europa wordt gebruikt door banken die bijvoorbeeld s'nachts meer geld gaan uh, ontlenen aan banken die meer liquiditeit gaan nodig hebben. Die ETF's die gelinkt zijn aan de geldmarkt, die zijn vooral gefocust op het behoud van jouw kapitaal en uh, vooral die liquiditeit. Je kan dit te dus zien als een evenwaardig cash alternatief die gelinkt is aan uh, die kortlopende rente die ofwel positief of negatief kan gaan bewegen. Ik heb hier ter voorbeeld ook uh, twee concrete ETF's opgesomd. De eerste ETF is de overnight uh, return. Die overnight return dat is dus effectief die Ionia rente die banken aan elkaar gaan, uh, gaan betalen om geld te lenen. Je kan die in feite ook gewoon gaan volgen met een ETF. Ja, die zien ook sinds 2022 op de grafiek van uh, als ik vijf jaar terugkijk, zie je ook sinds dat de banken die uh, korte termijnrente hebben verhoogd, zie je dan ook die positieve invloed in uh, die ETF. Net hetzelfde, ik heb hier ook even een ETF die focust op overheidsobligaties van 0 tot 6 maanden, dus heel kortlopende overheidsobligaties. Je ziet diezelfde evolutie hier ook in die grafiek. Vanaf 2022 zijn we beginnen te merken dat die korte termijnrente de lucht is ingeschoten. En dat weerspiegelt zich natuurlijk ook op die korte termijns geldmarkt of money market. En dan nog laatste categorie als we naar Activa klassen gaan kijken: dat is de Activa klasse van grondstoffen. Je kan bijvoorbeeld met ETF's gaan beleggen en specifieke grondstoffen of een volledige grondstoffenmarkt gaan volgen. Ik heb, hier, eh, niet, ik heb hier ook een aantal voorbeelden bij, maar als je dit als belegger wilt gaan opzoeken, die grondstoffen, ETF's, dan kan je ook op dezelfde manier makkelijk de zoekfilter gebruiken. Je klikt op grondstoffen en vervolgens kan je bijvoorbeeld gaan kiezen voor edelmetalen, voor landbouwgewassen, noem maar op. Via de filter kom je eigenlijk terecht op alle mogelijkheden. Ik heb er ook twee voorbeeldjes bij gestoken. Eerst en vooral heb ik hier een um, ETF die fysiek goud zal gaan volgen. Die ETF die zit belegd in eigenlijk fysieke goudstaven die ze ergens anders zullen bewaren bij een derde partij. En jij als belegger investeert dan in zo'n dergelijke ETF. En die waarde van dat goud wordt in feite voortdurend weerspiegeld in de evolutie van die ETF. Nog een ander voorbeeld is de cacaoprijs. Je kan die ook eenvoudig gaan volgen. Koop je een ETF aan die als onderliggende waarde de cacaoprijs geeft, dan zal je zien dat die ook een, een stijging neemt. En dan nog een derde voorbeeld is een ETF die in feite het algemene grondstoffenpeil gaat gaan volgen. Hier deze ETF en mijn voorbeeld van LNG, die zal geen specifieke grondstof gaan volgen, maar die gaat eigenlijk gewoon gaan kijken naar een brede grondstoffenindex, waarbij dat alle grondstoffen, zowel landbouwgrondstoffen, zowel edelmetalen, zowel energiegrondstoffen, waarin dat die allemaal zitten vervat, stijgt het algemene grondstoffenpeil, dan zal je die positieve of negatieve evolutie ook zien uh, weerkeren in jouw ETF-waarde. Zo en dan hebben we de ETF geclassificeerd op basis van activa klassen. Als we overgaan naar een tweede categorie, dan komen we uit bij geografie. Geografie dat is in feite heel logisch te verstaan. Je kan ETF's eigenlijk gaan opdelen op basis van de landen of de regio's waarin ze gaan investeren, waarin de achterliggende bedrijven eigenlijk gelokaliseerd zijn. Ik heb hier op de slide even ook een, een groter overzichtje, waarin dat je de verschillende regio's kan terugvinden. De meest gebruikte regio's waarin dat beleggers in feite uh, ETF's van gaan kopen. Zo kan je bijvoorbeeld zien dat een brede wereldindex, de MSCI World Index, dat is een index die gaat focussen op de ontwikkelde landen wereldwijd. Als je belegt in een ETF die die specifieke MSCI World Index gaat gaan volgen, dan ben je dus wereldwijd belegd. Een ander voorbeeld is bijvoorbeeld de CAC 40, het tweede voorbeeldje daaronder de MSCI World. Dat is de Franse aandelenindex, 40 Franstalige bedrijven. Koop je een ETF met die index als te volgen index, dan ben je eigenlijk volledig belegd in Frankrijk. Dus op basis van geografie kan je eigenlijk ook een mooi gespreide beleggingsportefeuille gaan opbouwen. Een voorbeeldje van een geografische ETF, die MSCI World Index. Ik heb hier eentje van iShares genomen, de IWDA. Dat is een heel populaire ETF. Dat is ook de ETF met het meeste assets under management, dus het meeste vermogen van Europese beleggers in. En die ETF zal dus effectief die MSCI World Index gaan volgen. Verder heb ik hier ook nog even de sectorspreiding van deze ETF weergegeven. Aangezien dat die ETF zo breed wereldwijd zit belegd, zit die ook in heel wat sectoren belegd. Zo kan je bijvoorbeeld zien op het Bolero platform, als je gaat gaan klikken op eh, onderverdeling van de Activa, de sectorspreiding, dan kan je ook zien dat alle sectoren mooi aan bod komen in deze ETF. Voornamelijk technologie, dat is het grootste deeltje. Maar in feite komen wel alle verschillende sectoren aan bod. En ben je automatisch ook al mooi gespreid, mocht je zo eh, beslissen om in zo'n wereld ETF te gaan Anderzijds zou je er ook kunnen voor kiezen om specifiek een ETF op, bijvoorbeeld, één een, 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 een specifiek land, zoals bijvoorbeeld Japan, of op een landengroep, zoals bijvoorbeeld de opkomende markten, die eh, telkens gepaard zijn met misschien een hoger groeipotentieel als je naar de toekomst gaat gaan kijken. Nu dat we geografie hebben gecoverd, is het tijd om over te gaan naar een gelijkaardig iets. We gaan nu niet kijken naar de locatie waar, dat bedrijven, eh, waar dat bedrijven zich gevestigd hebben of hun markten zich vooral gaan afspelen. We kijken nu naar de sectoren en thema's waarin deze bedrijven zich gaan vinden. Dus je kan als belegger ook focus leggen op bepaalde sectoren of bepaalde thema's en zo ga je ook heel wat ETF's kunnen terugvinden. Ik heb hier op de slides ook even een, een, een paar voorbeelden van sectoren weergegeven. Zoals je kan zien, sectoren die iedereen wel zal kennen. Energie, healthcare, information technology. Als je bijvoorbeeld specifiek wil inspelen op bedrijven die zich bezighouden met energie, dan kan je heel makkelijk een ETF gaan opzoeken. Je gebruikt de zoekmotor van Bolero, je duwt bij sector uh, energie aan, of je typ bovenaan in de, in de zoekbalk, typ je energy. Je zoekt vervolgens op uh, per effect, je duwt ETF's aan. Dan kom je eigenlijk makkelijk terecht op ETF's die specifiek gaan focussen op bijvoorbeeld zo'n sector. Hetzelfde bij thema's. In het nieuws komen vaak thema's aan bod die het beter doen of slechter doen op bepaalde momenten, bepaalde trends, bijvoorbeeld artificiële intelligentie. Er bestaan voor elk thema bestaat er ook wel een ETF. Het is een heel ruim universum. Als belegger zal jij dan wel moeten bepalen op welk thema wil ik inspelen als ik specifiek wil inspelen op een bepaald thema. En dan kan je dat thema ook gaan opzoeken via de zoekbalk en zo ETF's met betrekking tot het thema kunnen terugvinden. Ik heb hier even een voorbeeldje aangetoond, bijvoorbeeld een heel populaire onder beleggers, een heel populaire trend, is eigenlijk automatisatie en robotica. Ook op deze specifieke trend heb je een ETF, bijvoorbeeld die van iShares, die eigenlijk alleen maar belegd zal zitten in bedrijven die effectief bezig zijn met die automatisatie, die machines maken, die robotica ontwerpen. En op basis daarvan kan je dergelijke focuspunten ook laten doorwegen in jouw beleggingsportefeuille, maar dat, dat dien je natuurlijk zelf te gaan bepalen. Nog een laatste soort van ETF's, en dat is misschien wel de moeilijkste categorie op basis waarvan je ETF's kan indelen, dat is deze van strategie. Dat zijn ETF's die telkens iets speciaals gaan doen of een speciale werking hebben, waardoor je toch nog een, een extra strategisch element kan inbouwen in jouw portefeuille. Eerst en vooral heb je zo factorinvesting. Factorinvesting, dat is misschien iets minder gekend voor de meeste beleggers onder jullie, maar wat is dat in feite? Factors dat zijn brede, persistente bronnen die historisch het rendement hebben verklaard. Bijvoorbeeld wanneer dat bedrijven die telkens, die telkens, jaar na jaar, heel goede cijfers kunnen aantonen, dan zijn dat kwalitatieve bedrijven. En op basis van onderzoek is bewezen dat kwalitatieve bedrijven het op lange termijn altijd beter gaan doen, dat die mooie rendementen gaan behalen. Dus kwaliteit in, die, in, deze, in dit voorbeeld zou een specifieke factor kunnen zijn. Je hebt ETF's die dan ook gaan inspelen op die factoren en die bijvoorbeeld. Een specifieke factor, bijvoorbeeld kwaliteit, dat die specifiek gaan beleggen in bedrijven die heel goed gaan scoren op die specifieke factor kwaliteit. Factor-ETF's eh, factor die eh, worden gemaakt voor emittenten, die vaak zelf hun eigen regels gaan bepalen. Wanneer eh, een behoort een bedrijf nu specifiek tot een kwalitatief bedrijf? Wanneer krijgt hij dat label? Dat kunnen emittenten natuurlijk zelf gaan bepalen. Je hebt dan ook nog eigenlijk een. een um, een iets meer specifieke term op basis die gelinkt is aan factor ETF's, dat is smart beta. Bij smart beta worden er eigenlijk heel specifieke parameters toegekend aan bedrijven. Bijvoorbeeld. De Bedrijven die kunnen pas in onze ETF komen wanneer dat ze op basis van hun winstratio minstens 20% behalen jaar na jaar. Dat is Smart Beta. Op basis van heel specifieke cijfers, wordt telkens bepaald als bedrijven tot een bepaalde factor behoren. En zo komen ze dan nadien ook in die ETF terecht. Je hebt twee grote groepen van factoren. Enerzijds heb je de macrofactoren, dat zijn factoren die het rendement verklaren tussen activa klassen. Neem nu bijvoorbeeld de rentestanden, ik heb het er al over gehad, op basis van de stijging of de daling van rente worden aandelenmarkten wel of niet aantrekkelijk. Als de rente stijgt dan zien we typisch dat beleggers eigenlijk andere alternatieven dan aandelen gaan opzoeken en dan zou je kunnen zeggen dat die rentestand eigenlijk een negatieve impact heeft op de aandelenmarkt, maar bijvoorbeeld een positieve op de vastrendende macht, bijvoorbeeld termijnrekeningen of obligaties. Dat zijn die macrofactoren, ik ga ze nu niet allemaal overlopen. De meeste factoren kennen jullie wel, inflatie, liquiditeit, opkomende markten. Op basis daarvan kunnen we ook gaan bepalen, zijn de aandelenmarkten, doen die het goed of zit er vaak groei in voor, kan je ook al gaan meten op basis daarvan. Ook economische groei is een factor. Merken we dat er economische groei is of er staat groei gepland voor de komende jaren, dan zie je dat aandelenmarkten het typisch ook wel iets beter zullen gaan doen dan andere activa klassen. Een andere soort van factoren, dat zijn de stijlfactoren. De stijlfactoren, dat zijn factoren die binnenin een activa-klasse, bijvoorbeeld die van aandelen, de rendementen gaan verklaren. Ik heb eentje van deze factoren al aangehaald, bijvoorbeeld kwaliteit. Dat staat, dat staat ook op de slide links beneden. Bedrijven die elk jaar na jaar mooie winsten kunnen aantonen, mooie fundamentele cijfers kunnen aantonen, een goede balans hebben, dat zijn kwalitatieve bedrijven. Als je een pot zou maken van die kwalitatieve bedrijven en daar een ETF van maakt, dan kan je eigenlijk op basis van wetenschappelijk onderzoek kan je zeggen dat op lange termijn zou die ETF het eigenlijk beter moeten doen dan een heel bredere ETF, die in feite alle bedrijven, zowel kwalitatief als niet kwalitatief, gaat opnemen. Dan kan je zeggen dat die ETF die specifiek focust op kwaliteit, dat die het eigenlijk wel beter zou moeten doen. Natuurlijk weet je dat nu nooit met zekerheid op voorhand. Je hebt hier ook nog een aantal andere factoren, bijvoorbeeld de minimum volatility. Wat betekent dat? De beweeglijkheid van het aandeel. Zo zou ik bijvoorbeeld kunnen zeggen dat bedrijven die stabieler zijn, die een stabielere groei hebben, dat die in feite een, ook een meer stabiel patroon in hun inkomsten en cijfers hebben en dat die het op termijn ook al beter zouden moeten doen. Natuurlijk is dat op basis van de wetenschap en zien we dat in de beurzen ook heel veel psychologie aan bod komt. Dus op basis van die factoren die je wel zelf te bepalen als je daarin gelooft. Of niet? Ik heb hier ook een voorbeeld op de slide gezet, de iShares uh, MSCI USA Quality Factor. En dat is bijvoorbeeld een uh, voorbeeld van een typische uh, factor-ETF die het, uh, de factor quality aan bod brengt. Hij zoekt specifiek bedrijven op die een hoge kwaliteit tonen. Die brengt hij samen in een index. En die index wordt dan vervolgens gekopieerd door in dit geval bijvoorbeeld iShares, die dan, uh, die dan ook het uh, mogelijk maakt om in deze bedrijven te beleggen met één aankoop. Een van de voorlaatste soorten ETF's die we gaan aanhalen zijn de hatched ETF's. Jullie kennen deze term misschien. Hatched, dat staat eigenlijk voor leverage, voor een hefboom. Wat betekent dat? Met deze soort ETF's kan je gaan inspelen, versneld gaan inspelen, op de koersevolutie van de in feite de hoofd ETF of de hoofdindex die in feite gevolgd wordt. Deze ETF's werken met een hefboom. Een hefboom dat zorgt altijd voor een hogere volatiliteit. En dat zorgt dus ook voor een hoger risico. Dus zeker aandachtig mee te nemen voor jullie als belegger. Hefboom-ETF's of ETF's met een bepaalde leverage, weet dat dat gekoppeld is aan een hoger risico. En dat ook de mate van bewegelijkheid van die koers evolutie dat die ook wel fel kan gaan bewegen. Hoe komen die, die hefboom-ETF's nu eigenlijk tot stand? Dat gebeurt op basis van afgeleide producten. Afgeleide producten, bijvoorbeeld opties of andere contracten, die kunnen vaak leiden tot hefbomen op basis van de structuur waaraan dat ze zijn aangekocht of verkocht. En die derivaten, die afgeleide producten die worden afgesloten met nog eens derde partijen, die maken het mogelijk om eigenlijk versneld te gaan inspelen op een bepaalde index of een bepaalde groep van aandelen of obligaties. Op het Bolero-platform, als je die dergelijke ETF's gaat aankopen, dan zal je ook zien dat je altijd nog een notificatie krijgt met de boodschap dat dit een complex product betreft. Dat je zeker goed op de hoogte moet zijn van wat deze hefboom is, wat het gevolg van deze hefboom is en welke risico's hier ook aan gekoppeld zijn. Om jullie ook even een voorbeeld te geven van zo'n hefboom-ETF: ik heb hier voor het een ETF van X-Trackers op de slide gezet. Deze ETF zal de SP500-index gaan volgen, maar niet de, de ETF zelf, die werkt met een hefboom. Dus mocht nu bijvoorbeeld de SP500-index met 1% gaan stijgen, dan zal deze ETF met 2% gaan stijgen. Je kan het ook makkelijk zien in de titel, zie je bijvoorbeeld al twee maal staan. Dat betekent, de, de, er is een hefboom van maal 2, dus telkens wanneer je dat rendement met 1 beweegt, zal de ETF met 2 gaan bewegen. Ook negatief kan dat het geval zijn. Stel dat de index, de SP 500, op een bepaalde dag met 3% gaat zakken, dan zal deze ETF met 6% gaan zakken. Dus op die manier kan je ook met ETFs versneld gaan inspelen op koersevoluties. Eentje dat er vaak ook aan gekoppeld is, dat zijn de short of the inverse ETFs. In feite zijn dit ETFs die je gaat aankopen als je bijvoorbeeld een koersdaling van een specifieke index gaat verwachten. Die uh, short ETF's, wat doen die in feite? Die gaan eigenlijk de omgekeerde beweging gaan maken van de onderliggende index die ze gaan volgen. Zet je bijvoorbeeld met de S&P 500 index en je koopt daarvan een short ETF, dan wanneer dat S&P 500 index met 1% zal stijgen, zal jouw ETF met 1% dalen. Ook omgekeerd stijgt de S&P 500 index op weekbasis bijvoorbeeld met 5% punten, dan zal jouw ETF met 5% punten gaan zakken. Natuurlijk, als je inspeelt op een daalende beweging, dan hoop je natuurlijk dat die onderliggende index zakt en dan zal de waarde van jouw ETF gaan stijgen. Ook deze ETF's die worden te werk of gecreëerd op basis van achterliggende contracten van afgeleide producten die dan met derde partijen worden afgesloten. Wat dat ook vaak kan voorkomen is een combinatie van een short ETF, van zo'n omgekeerde ETF in feite, en een hedged ETF, dus een hefboom ETF. Zo zou je bijvoorbeeld ook ETF's kunnen terugvinden die met een hefboom l 2 zitten en dan ook nog eens een short variant zijn. Dus zeker als je dat in de titel ziet staan, zeker aandacht aan besteden, lees altijd die belangrijke informatie, zodanig dat je zeker weet dat je goed op de hoogte bent van hoe dat zo'n short ETF te werk gaat. Ook hier zal je altijd de melding krijgen dat dit een complex product is, dat je zeker die informatie moet gaan lezen, en dan kan je vervolgens ook overgaan tot een aankoop van die producten. Ik heb hier ook als voorbeeld de X-Trackers S&P 500-index getoond. Dat is in feite net dezelfde index als door het vorige voorbeeld, als door de ETF die het vorige voorbeeld omvatte, maar in dit geval gaat het niet over een leveraged ETF, een maal 2, nee, in dit geval gaat het over een short of een inverse ETF. Deze ETF zal dus effectief die omgekeerde beweging van de S&P 500 gaan nabootsen. Daalt die S&P 500 met 2%, dan zal deze ETF 2% gaan stijgen. Ja, die kan dat, kunnen dat ook zien op de grafiek van 5 jaar. Over het algemeen hebben de aandelenmarkten zitten die in een stijgende lijn als je meerdere jaren gaat bekijken. Hier zie je dat bijvoorbeeld ook mooi aan de hand van de grafiek. Bij een short-ETF zal je eigenlijk op lange termijn telkens een dalende trend zien. Dus over het algemeen eh, zullen beleggers die short-ETF's ook niet voor jaren gaan aanhouden, maar eerder als ze een kortstondige, eh, korte termijn daling verwachten, dan zie je dat de handel in short-ETF's ook interessant mogelijk eh, zou kunnen zijn voor beleggers. Maar dat moet jullie natuurlijk zelf gaan eh, bepalen. Zo, en dat was eigenlijk in een, uh, onze helikopterview op het ETF-universum. Ik heb niet de tijd gehad om per categorie eigenlijk volledig stil te staan bij alle details van die ETF-soort of die categorie. Maar bij deze worden we bij dit webinar jullie alvast een mooi overzicht bezorgen: dat niet alle ETF's alleen maar die aandelen-ETF's zijn, dat er eigenlijk ook heel wat varianten bestaan, ook op andere Activa-klassen. En ik hoop dat jullie dit alvast kunnen meenemen mochten jullie van plan zijn om in de toekomst een ETF-portefeuille uit te bouwen of het begeer van je ETF portefeuille zou willen verder zetten. Mochten jullie verder nog vragen hebben, dan kunnen jullie ook altijd onze Bolero-collega's contacteren, de orderdesk bellen of mailen naar info om jullie vragen te bestellen. Wij blijven nog even online na dit webinar om de laatste vragen te beantwoorden die via de chat zijn gesteld geweest en dan verder wens ik jullie alvast nog een heel fijne avond toe te wensen en nog heel veel succes met jullie beleggingsportefeuille op Bolero. Alvast tot ziens! Beleg online met inzicht.